Container na container wordt op het stuit binnengebracht in Haas. Er komt van alles uit. Van autobahn, koffiebekers, watersguardgewerkers, want onderdelen van gasmeners. Nee, op zich loopt het nu wel natuurlijk. We hebben een periode slecht weer gehad. Ja, dan kan je niet zoveel verwachten natuurlijk. En nu ben je het vanavond, krijgen we dus weer een boot binnen. En die heeft ook weer een 15 containers. Dus ja, dat loopt lekker door nu. Wat ik mij kan, wie een onderdeel van vleertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Delft wat in de Noordzee. Nou ja, kijk, ze zijn natuurlijk een sonar en op de Noordzee. En dan komen ze allemaal targets tegen, zoals ze dat noemen. En die targets, die schepen, desbetreffende schepen die daar liggen, die controleren die targets. Dus op een gegeven moment dan kom je naar een vliegtuigmotor heen. En daar worden ze contact opgenomen met de luchtmacht of met de landmacht. En dan halen die dat spul weer op. Het gaat om twee verschillende vleertuigen. De onderdelen worden nu onderzocht om uit te vinden of er mogelijk achter helle worden kan wat in het tastel ziet. Dat wordt nog een hele put. Nou ja, als het iets kansrijk is, dan moet je echt denken wanneer een vliegtuig op land is neergekomen. Want zee, heel groot. Ja. Het is net een kerkhof van vliegtuigen, de Noordzee. En de bekende spelten in een hooiberg, ja, die zul je misschien ooit eens vinden. Maar daar moet je wel veel tijd, energie en geld in steken. De kans is groot dat er nog wel meer voor worden. 25.000 bemanningsleden van vliegtuigen worden nog vermist. Blenheims, dat waren lichte vliegtuigen. Er zijn honderden van verloren gegaan. Later in de oorlog, toen de Amerikanen er in 43 bij kwamen, gingen ook heel wat Amerikaanse jagers naar beneden. Maar ook bommenwerpers van zowel de Amerikaanse als Engelse luchtmacht.